We gaan twee lijsten ingeven. Enerzijds het aantal auto's, onze waarnemingsgetallen dus, en anderzijds de absolute frequentie. Hoeveel mensen hebben gekozen in de enquête voor 0 auto's, 1 auto, 2 auto's en zo verder. We gaan die ingeven. Ik klik eerst op stad van statistics. Ziezo. Dan selecteer ik edit, de eerste optie. Je kan kiezen ofwel doe je dat met de pijltjes en daarna op enter. Ofwel typ je het getal in dat ervoor staat, het getal 1. We hebben hier twee lijsten. De eerste lijst worden mijn waarnemingsgetallen 0, 1, 2, 3, 4 en 5. En in de tweede lijst steek ik de absolute frequentie. Dit is op basis van de gegevens die je krijgt. Dus bijvoorbeeld in dit geval bij de enquête kozen 6 mensen voor optie 1, zijn de 0 auto's. 11 mensen kozen voor optie 2, zijn de 1 auto en zo verder.